Er zijn inmiddels zoveel Thierry Baudets en Jan Rozen en Jan Dijkgraven dat ik door de bomen het bos niet meer helemaal zag. Want van wie is nou eigenlijk wie afgesplinterd en wanneer en waarom? Het lijkt inmiddels wel een beetje op de protestantse kerk. En daarom vandaag versplintering op rechts in 1 minuut. Goed, het gesplinter begon natuurlijk allemaal met Geert. Als de VVD Destiny's Child was, dan was Geert Beyoncé. Hij had niet zo'n zin om het podium te delen en splitste zich af. De uitwassen van die versplintering, die kennen we inmiddels. Geert Wilders verliet de VVD in 2006. In 2007 vertrok Rita Verdonk, omdat ze de Miss VVD-verkiezing verloor van Mark Rutte. Rita richtte Trots op Nederland op, maar behaalde geen zetel, dus exit. De nieuwe leider van Trots op Nederland werd Hero Brinkman, die ooit begon bij de PVV, toen de Onafhankelijke Burgerpartij oprichtte, die daarna samen met Trots op Nederland verder ging als democraat. Politiek keerpunt. Toen dat niks werd, kwam hij terug met de ondernemerspartij. Faalbankier Dirk Scheringa werd trouwens geroyeerd als lid van de ondernemerspartij omdat hij zijn contributie niet had betaald. Typisch. Trots op Nederland heeft zich trouwens wel weer aangemeld voor de verkiezingen op 15 maart, maar geen waarborgsom betaald, dus je kunt niet op ze stemmen. Exit. Nog zo'n PVV-splinter die maar niet uit je politieke duim wil. Louis Bontes en Joram van Klaver kregen ruzie met Geert, wie niet, en willen nu de Kamer in als Voor Nederland. VNL. Wat is dat trouwens toch met al die partijen die Nederland in hun naam hebben staan? Ik bedoel, het lijkt me vrij logisch als je hier met de verkiezingen meedoet dat je een Nederlands partij bent en dat de mensen die gaan stemmen weten dat ze in Nederland gaan stemmen. Het zou een beetje gek zijn als je hier een partij in de Kamer kreeg die Trots op Andorra heette. Maar goed, zal aan mij liggen. Goed, VNL. Bram Moskowitz werd heel even lijsttrekker, maar toen weer ontslagen, omdat hij zich te veel met andere dingen zou bezighouden. En daarna werd Jan Roos lijsttrekker. Jan Roos, was dat niet die dude die samen met Thierry Baudet en Geen Stijl het Oekraïne-referendum organiseerde? Ja, hij dus. Maar die vriendschap bestaat niet meer, want Thierry Baudet heeft een partij opgericht voor professioneel pianoliggers, het Forum voor Democratie. Volgens zijn eigen peilingen gaat hij minstens 60 zetels halen, volgens de rest van de peilingen is hij na 15 maart gewoon exit. Geen Stijl ging trouwens zelf ook weer verder als een partij, Geen Pijl, met Jan Dijkgraaf als lijsttrekker. Ze beloven geen enkele mening te hebben, wat ik dan wel weer geruststellend vind voor het Geiterblog. Afijn, hopelijk is het jullie iets duidelijker geworden. En mocht je nou zelf een onderwerp hebben waarvan je denkt, hoe zat het ook alweer? Laat het me weten in de comments en wie weet leg ik het volgende week aan je uit. Doei!